Ik wil investeren, kan ik dan beter beleggen in aandelen of kiezen voor vastgoed? Ja, dat is een heel goede vraag. En in Vlaanderen wordt vastgoed vaak weggezet als de perfecte investering, de holy grail of investing. Ik ben het daar niet altijd mee eens. Ik denk, als je een vastgoedpand koopt, zit je met één pand op één locatie, met één huurder heel vaak, wat dat voor mij ook risico's met zich meebrengt. Als er iets gebeurt met dat pand, als er iets gebeurt met de huurder die je tijdelijk niet betaalt of een langere periode niet betaalt, of er gebeurt iets met de buurt waarin hij dat pand koopt, kun je wel in een gigantische probleemsituatie terechtkomen, vrij snel. En dat maakt dan ook nog een keer vastgoed, wat mij betreft, is ook niet volledig passief. Je moet er gewoon rekening mee houden als je het gaat verhuren, dat je bepaalde kosten hebt, dat je bepaalde opvolging moet gaan doen en dat je bepaalde tijd moet gaan steken in onderhoud, kleine klusjes, noem maar op, om dat pand ook gewoon mooi verhuurbaar te houden. Als je kiest voor beleggingen aan de andere kant, kan dat vaak een stuk passiever. Hè? Je hebt daar veel minder werk aan. Als je een aandeel koopt of een ETF koopt, is er niemand die je gaat bellen omdat de lavabo verstopt zit of dat er iets niet meer werkt. Dat ding blijft gewoon zijn werk doen. Je hebt in het geval van een breedgespreid indexfonds, heb je aandelen van 1000 bedrijven en 100.000 mensen over heel de wereld die voor jou aan het werk zijn. Dus dat vind ik fantastisch als investering. Dus het hangt ervan af wat je zoekt. Vastgoed kan een goede investering zijn, heeft risico's. Beleggen in ETF's ben ik zelf gigantisch fan van. En kan zeker ook een heel goede investering zijn als je iets zoekt. Die kan met weinig tijd per maand bijvoorbeeld. Als je nu wil weten hoe je start met ETF's, kom dan eens naar mijn masterclass starten met beleggen. Daar toon ik jou de exacte stappen die je kunt volgen om succesvol van start te gaan. De link die staat bij deze video of in mijn profiel.